Hallo mensen van Gamers Bay en welkom bij een gloednieuwe aflevering van onze grote vriend Mario & Luigi Partners in Time. En we gaan verder met een nieuwe aflevering. Wij gaan eventjes wat items gebruiken. Dan denk je nu misschien, Sander, waarom? Nou, ik heb eens buiten de, voor de opname, heb ik eens gekeken. En deze deur ziet er heel erg uit alsof er een boss battle komt. Dus, ja. Het lijkt me handig om toch maar eventjes goed hier overal te kijken en zo. En alles te pakken. Hier, wat zijn die X's ook alweer? Volgens mij krijg je daar ook iets van. Maar ik weet niet meer wat. Oh, een bean. Ik heb geen idee wat die beans doen. Maar oké. Dus we krijgen nu een boss battle. Let's go. Ik weet niet of ik er klaar voor ben, maar ik denk het niet. Dus, ja. Niet? Oké. Er is hier schijnbaar toch geen boss battle. Niet dat ik weet. Oké, we kunnen hier ergens. Dat is een ding die. We kunnen ook nergens door. Dus ik denk dat we. Ik denk dat dat een soort speciale is en dat we toch een boss battle krijgen. Het kan haast niet dat we geen boss battle krijgen. Of het is echt waar. En ik heb geen idee wat ik kan aan doen. Oké, ja, een boss battle. Sowieso dat er een boss battle komt. Ja, dit wordt de boss battle tegen die piranha plant. Het moet wel. Geen gemaar. Het moet. Het moet, jongens. Ik weet het zeker. Dit is een boss battle. Een boss aflevering. Oké, dan hebben we best wel. We hadden laatst ook al een boss aflevering. Of niet dan? Nou we kunnen dit wel even versnellen. Want we snappen hoe dit gaat. Denk ik. Allemaal wel. Wij zijn allemaal een beetje bangig. En dan komt hij zo aan. En dan doen wij zo. Ah. En dan. Oh, ik ga jullie toch bevechten. Aha. En dan wijzen van. Oké, wij gebruiken al onze broflowers die we hebben. En want zo werkt dat. Oké. Ja, nu gaat hij ons aanvallen. Wedden? Nog steeds niet. Hoe lang duurt dit, jongens? Even serieus. Oké, ja, nu gaan we hem aanvallen. Zie? We zijn hem eigenlijk al aan het aanvallen. Dus ja, ik ben er wel van overtuigd dat dit een boss battle wordt. Zie, ik wist het. Ik wist het gewoon altijd. Ik wist het zeggen. Oké. Oh shit, hij vliegt. Dus ik denk dat Broflowers niks doet. Dus dan moeten we eerst maar gewoon eventjes dit doen. Ah shit, dan faal ik ook nog, weet je wel. Ik bedoel, ik vind het heus niet erg als ik mijn dinges niet kan gebruiken. Maar what the fuck? Oké, ik heb geen idee hoe dit werkt. Ik vind het nu al heel vervelend. Broflowers doet zeker niks. Nee, het zal wel niet. Nee, oké, dat is zonde van de beurt. Ah shit, ik doe steeds te snel met Mario. Wat is dit ineens? Oh, please stop met vliegen. Want ik vind het echt heel vervelend. Oké, hij wil 2 keer aanvallen. Ik ben niet gewend. Of zo, denk ik. Ah shit, weer. Met Luigi nu ook. Wat is dit? Ah shit. Wat heb ik? Wat is er mis met mij? Oké, wat gaat hij doen? Oh, wat? Wat is dit? Wat? Ik snap er niks van. Oké, en we hebben ook haast geen super ups of wel. Of één. Ja, we hebben één super. Oh, dit is echt een grote ramp. Maar we kunnen nu wel. Oh shit, dat kan niet met Baby Luigi. Want waarom? Geen idee. Maar dat is die bug die we al jarenlang hebben. Nou ja, jarenlang. Deze game spelen we niet langer dan een jaar. Alhoewel denk ik dat we nu inmiddels al wel bij de jaar zitten hoor. Maar ik weet ook niet hoeveel HP deze boss heeft. Want bosses hebben in deze game altijd zoveel HP. Je wil niet weten. Je wil oprecht niet weten. En dan bedoel ik niet HP als in het computer besturingssysteem gedoe. Of het computermerk bedoel ik.
Het is geen besturingssysteem. Besturingssysteem is Windows en zo. En ik zei dat echt heel verneukt, moet ik zeggen. Dus ja, oké, wel een critical hit. Dat scheelt. Shit, dat werkt dus niet. Ik snap niet waarom. Wacht, misschien dat het wel werkt met stat changes. Nee, het werkt er voor een meter. Oké, blijf springen. Yeah, het werkt. Oh, please, kom niet bovenuit. Zie, zijn defense is omlaag. Kijk, het helpt dus wel. Maar alsnog lijkt het me nog niet handig om te doen. Dus ja, we gaan gewoon eventjes normaal doen, zeg maar. En dat vind ik een goed plan, Sander. Oké, mooi. Als jij het een goed plan vindt... Oh, shit. Oh, nee. Oh, nu gaan we dood. Oprecht, ik meen het. Ik heb er nu echt geen vertrouwen in. Oh, nee. Laten we super drops doen op iedereen. Ja, dat lijkt me wel even handig. Ik weet het, we hebben dan geen full health, maar... Weet je, als ik alleen maar eventjes... Oké, ja, oh shit, die laatste, dat doet het hem. Als hij nou maar eens een keer weer die andere attack gaat doen, die kan ik. Ah shit, oké, dat ging maar net goed. Maar daar ben ik meestal niet erg blij mee, als het maar net goed gaat. Dus wat we gaan doen is super mushroom, ja maar we kunnen beter mushroom drops doen nu. Ah shit, wacht, die doen heel weinig. Oh, daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Oké, hij gaat er weer in. Yeah, het werkt. Als ik dit van tevoren wist, hè, dan was dat met... Wat? Oké, wat? Dan was dat met Mario en Luigi veel makkelijker geweest. Oké, we moeten nu één super doen op baby Luigi. Oh, shit, die kan geen... hoe heet het? Die kan geen bros items. Ik snap echt niet waarom. Niet, maar... Oké, fuck it. Het werkt wel, dus dat scheelt. Oké, gaat hij weer? Oké. Oh, hij gaat het nog een keer doen. Oh, dat is flauw. Dat had ik niet verwacht. Oeh, dat scheelde niet veel. Oké, nu is een attack omlaag. Nou, oké, vooruit dan maar. Dat is te doen. Oké, nu moeten we... Oh, ja, ik snap het. Oh, dit is een soort... Hoe heet het? Ah, shit. Nu hebben we ook helemaal niks meer om te healen. Nu gaat het sowieso fout. Oh mijn god. En nu hebben we ook nog vertraging. Dit is echt kut. Oké, het gaat nu wel goed. En nu gaat hij wel goed. Dat dan wel weer. Ik denk niet dat we dit gaan redden. Maar hey, wie weet. Yeah. Het ontwijken gaat nu wel beter, moet ik zeggen. Maar ja, hè? Als je alleen met een baby Luigi bent... Ja, weet ik niet of je daar echt zoveel aan hebt. Anders dan kon je nu bros items doen. Maar omdat Mario nu dood is. Nou konden we het met Luigi sowieso natuurlijk niet doen. Want de bug. Ik weet niet of het eigenlijk een bug is. Of dat het sowieso niet kan met baby Luigi. En we zijn... Oké, als hij in de grond gaat, dan moet ik springen. Als ik dat maar kan onthouden. Ik heb hem nu even gereset weer. Want ik wil gewoon niet dat mijn... grote Mario en grote Luigi doodgaan. Want dan... Ja, want we hebben geen backup, zeg maar. Dus, oké. Oké, dat ging goed. Ik dacht nog eventjes van... Oké, het gaat nu fout. Maar het ging niet fout. En als ik dat zeg, dan gaat het met aanvallen natuurlijk net fout. Tuurlijk. Oké, hij gaat in de grond. Oh, nu moeten we blijven springen. Waarom heb ik het gevoel alsof het bij de baby's veel beter ging? Oké, laat maar. Het gaat nu wel oké. Gelukkig kunnen we met grote Luigi wel gewoon aanvallen doen. Zoals gewoon bros items aanvallen, zeg maar. Oké, critical 94, holy damn. Oké, in dat opzicht ben ik ineens goed bezig, jongens. What the fuck? Oké, volgens mij Super Mushroom doet hij gewoon... Ja, hem helemaal op healen. Dus dat is wel fijn. Oké. Oh, shit, wat deed ik? Oké. Oh, nee. Shit. Oh, wat. Luigi is wel opgegeten. Maar Mario niet. Geeft niet. We hebben nog één super drop. Gaan we die gebruiken? Nee, die gaan we niet gebruiken. Wij gaan... Met Mario gaan we gewoon... Ice Flowers doen.
En dan gaan we straks met Luigi wel healen. Dat lijkt me slim. Ja, Mario healen. Oké. Heeft Mario 70. Dat is op zich wel een mooi aantal, vind ik. Om dit te overleven. Ja, dat moet wel lukken. Oké. Ah, shit. Dat ging niet zo goed als gehoopt. Nee, laten wij eerst gewoon met Mario de aanval doen. Shit. Oké. En dan nu met hem een mushroom drop. Nee, want de baby's die zijn op zich wel goed. Nou moet ik goed nadenken. Gaan we het op Luigi doen of op Mario? Dan zou ik eigenlijk moeten weten wie zijn defense hoger is. Maar ik ga toch voor Luigi. Want YOLO. Ik weet eigenlijk ook niet waarom. Mario is dood. Shit. Oké. Dat is heel erg balen. Want we krijgen Mario ook niet meer terug. Op geen enkele manier. Dus dat is echt kut. Maar ja. Aan de andere kant. Oké. Oké. Oké, we hebben het helemaal overleefd. Nee, please, baby Mario. Ja, houd vol, yeah. Oké, 57. Dat is op zich wel een mooi getal. Een broflower. Ja, we gaan een broflowertje doen. Misschien raakt hij burnt. Wie weet. Het gebeurt niet heel erg vaak, maar ja. 53. Oké, defense is nu ook omlaag. Dat is helemaal mooi. Dan gaan we nu gewoon broflowers doen. Inderdaad. En dan doet dat nog meer damage. Omdat zijn defense omlaag is. Dus dat scheelt weer. Ik bedenk me net. Wij kunnen ook onze shit omhoog doen. Met die red peppers en zo. Shit. Oké, ik had dat eventjes niet verwacht. Ik ga een red pepper gebruiken. Oh shit, ik ben vergeten. Luigi kan natuurlijk geen. Baby Luigi kan natuurlijk geen dingen doen. Dus dit is. Was heel dom. En nu kunnen we sowieso geen boss items meer doen. Wat we nu dus weer gaan doen is opnieuw proberen red peppers. Ja, en dat gaan we doen. En nou weet ik dat hij eerst mag aanvallen. Maar hij doet deze aanval. Oké, nou mooi. Die kunnen we. Oké, nu gaat hij die tong aanval doen. Oké, hij gaat eerst op Luigi. Wij gaan nu broflowers doen. Oké, dat deed wel echt fucking veel moet ik zeggen. Dus dat scheelt. Dat we gewoon echt heel veel damage doen. Want ja, deze gasten hebben gewoon nou eenmaal heel veel HP. Bij Mario weer gaat het fout. Nu kunnen we ook geen. Oh, en nu hebben we ook nog vertraging. Helemaal vergeten. Oké, shit. We hebben nu echt alleen nog maar hem. Ik vind het zo vervelend, hè. Dat we maar één iemand hebben. En hij kan ook. Ja, hij doet ook nog deze. Dat is fucking moeilijk met die vertraging. Door. Baby Mario. Oké, nu. Oh, hij gaat niet twee keer achter elkaar attacken. Oké, dat scheelt dan weer. Oké, ja. Ah, nee. Hij gaat weer opstaan. Oké, als hij maar niet one-hit KO doet, dan is het op zich te doen. Oh ja, we hebben natuurlijk. Oh nee, nu gaat hij die. Oh wacht, hij gaat die doen. Oké, dat moet te doen zijn. Oh shit. We gaan de red chili peppers gebruiken. En dan nu de bros items. Dat heb ik. Ik weet niet wat ik allemaal laat zien en zo. Want er gaat ook. Het is al een paar keer misgegaan. Laten we het daarop houden. Dus ik heb deze tactiek al een keer eerder. En toen hebben we echt iets van 100 gedoe. Dus oh shit. Ik weet niet waarom ik het zo deed. Oh, nee. Ik deed. De red peppers. Oké, let's go. Nou, die gaat. Oké, dan gaan we nu. Onze grote vriend. Broflowers, denk ik. Ja, we gaan broflowers doen. Fuck it. Daar heb ik het meest van op dit moment. Dus. Oh, shit. Nee, ik verneukt het. Ah, nou ja, dat ging op zich nog best goed. Oké, nice. Ik heb weer een. Shit. Luigi is. Nou, ik weet niet of die dood is. Nee, net niet. Oké. Ja, ik zou nu eigenlijk moeten healen, maar. Ja, ik ga wel healen. Want baby Luigi kan echt helemaal niks, hè. Dus we gaan even Super Mushroom gebruiken. Op Luigi.
zo, en dan kunnen we met Mario kunnen we wel weer die Ice Flower doen. En dan komt het hopelijk goed. Please, Luigi, niet in het gat. Niet in het gat, niet in het gaatje. Oh, dat klinkt zo verkeerd als je daar eventjes over nadenkt. 177, what the fuck? Oké, dat gaat wel lekker. Oké, als we nu even zo door kunnen blijven gaan. 87, dat is dan iets minder. Maar, oh shit. Oké, hij gaat deze gast doen. Oké, goed kijken. Shit. Oké. Nou, hij gaat het nog een keer doen. Ah, shit. Nu heb ik ze ook nog alle twee. Ah, baby Mario is dood. Ah, dit is echt balen. Oké, nou, we gaan het nog een keer proberen. Ah, nee. Nu moet ik springen, denk ik. Of, oké, ik moet dit doen. Oké, dat kan ik op zich inmiddels wel. Ah, we kunnen natuurlijk nu ook geen bros items doen. Dat is zo kut. Ah, shit. Ik heb baby Mario, hè. Vergeet ik helemaal te healen. Straks gaat die dood. Ja, dan is baby. Dan is Luigi ook zo dood. Zie nu. Ja, nu heb. Oké, op zich gaat hij wel lekker. Ik ben al best lang met Luigi in. Maar ja, dat zegt natuurlijk niks. Want die gast is zoveel HP. Dat ik. Ja, haast niet meer wil denken. Dat we dit nog gaan winnen. Maar ja, weet je. Het geeft me wel meer hoop. Als ik. Die plus power heb, ja, dan is het zonde om dan te gaan healen. Oké, dan doen we chompers. Ondanks dat ik hier volgens mij echt heel slecht in ben. Shit, zie, ik ben hier best slecht in. Maar ja, 33, dat is alsnog meer dan de rest van alles. Dus wat we nu gaan doen is super drops. Oké, ik ben best benieuwd of ik het nu ga redden. Oké, ik denk het niet, maar oké, ik weet nu wel, denk ik, hoe dit werkt. Want hij gaat nu eerst op Luigi en dan op Mario. En nu doet hij het andersom, dat is zo flauw. Mario, weg. Nu kunnen we geen bros items meer gebruiken. Nu zijn we geweest, zoals ze dat heel mooi zeggen. Oké, hij gaat er nu wel in, dus oké, we moeten springen. Oké, dit gaat fout, dit gaat fout. Ah, dit gaat niet fout, jee. Ik heb geen idee hoeveel HP hij nog heeft. Dat is zo vervelend met deze game. Oh, dat ging net goed. Maar ik denk wel dat hij echt heel weinig HP heeft. Nog. Ja! Ja! Yes! Eindelijk! Oh, wat ben ik blij om dit te zien. Oh, hier ben ik echt blij om. Oprecht. Ik ben zo blij dat dit is afgelopen. Oh, je wil niet weten hoe vaak ik deze wel niet opnieuw heb gedaan. Echt waar. Het was een hele lastige boss battle. Dat kun je wel zeggen. We gaan eventjes wat HP omhoog doen van hem. Waarom? Geen idee. Maar we gaan het wel doen. Boom. En een shard. De derde. Dus we moeten nog twee. Oh ja, die gast die was ook opgegeten. Ja. Nu kan ik het me weer herinneren. Ik ga niet stemmen voor deze, want daar heb ik nu echt geen zin in. Dus, ja, dat. Oké, wat? Weet hij ook iets over die Cobalt Stars? Nou ja, maakt ook niet uit. Eigenlijk maakt het wel. Oh, volgens mij zijn we bijna bij het einde. Ik weet al wat er gaat gebeuren. Als het goed is, ik heb namelijk... Dat is echt al een hele tijd geleden, hoor. De tijd dat Game Meneer nog gameplays deed... Dagelijks. Toen deed hij ook dit spel. En daarvan kan ik me nog herinneren. Dat hij. Inderdaad in zo'n. Echt zo'n schip moest. Maar dat is bijna het einde. En we hebben nog maar 3 kobaltsterren. Dus dat. Of kobalt star shards. Dus ik weet ook niet hoe dat dan zit. Maar ja. Dat zie je. Wat de volgende aflevering. Wat gaat gebeuren. Dat zien we eigenlijk. Volgende aflevering. Dus, vond je dit een leuke video? Laat duimpje omhoog, ze niet. Vertel je waarom. En dan zie ik jullie de volgende keer. Laters.